We zijn toe aan de laatste presentatie. Dat is een trio-presentatie van Carola van Geldermaas, Ludolf Wentholt en Monique Luffler. Hoewel we met z'n allen dit hebben voorbereid, weet ik eigenlijk niet precies hoe ze dit gaan doen. Of het een soort samenzang wordt, of dat één voor allen het woord voert, of dat er gewoon ieder 10 minuten of zo. Er staat 1 ding vast, het moet om 4 uur klaar zijn. Jij begint? Dit is meestal een presentatie die we aan het begin van de workshop houden. Nu doen we hem lekker aan het eind. Ik dacht, we gaan eerst allerlei leuke vallen. Nu komt het saaie gedeelte natuurlijk. Ja, we hebben het vandaag over gehad. Even afgezien ook van de leuke onderbreking met de zandmotor. Is dynamisch kustbeheer op dreef. Beheer in de praktijk. We hebben hele mooie presentaties gehad van een aantal mensen. En waar ik eigenlijk samen met Ludolf en Monique wil afsluiten, is eigenlijk ook een stukje stand van zaken. Wat hebben we tot nu toe allemaal bereikt? En ook wat zit er nog allemaal in het vat? Nou, dit zijn sheets. Dit is eigenlijk zo'n beetje voor het derde jaar dat ze terugkomen. Ik wil er ook even heel snel doorheen. Kees gaf het ook al aan bij de opening van deze workshop, dat het een samenwerking is tussen STOA en Rijkswaterstaat. En even, wat wil de STOA nu ook alweer met dynamisch kustbeheer? Nou, in de strategienoten van de STOA staat heel duidelijk dat de STOA iets met kust wil doen. Met name omdat er heel veel vragen in de afgelopen jaren op hun af zijn gekomen. Als het gaat om bijvoorbeeld bunkers in het duingebied, paviljoens. Maar ook, hoe kan ik nu met dynamisch kustbeheer omgaan? Nou, vervolgens heeft STOA natuurlijk ook te maken met het Delta-programma. We hebben daar een eigen programma Delta Proof voor ontwikkeld. En zodoende is de eerste workshop geboren in 2010. Met de vraag ook, hoe krijgen we nou de vraag van de beheerders duidelijk op papier? Welke vragen leven er nu? Hoe kunnen wij daarin faciliteren? Nou, en vervolgens in de workshop van 2011 is er ook naar voren gekomen van leuk dat we het nu allemaal weten wat die vragen zijn, dat we daar wat mee kunnen. Maar hoe communiceer je nu in je eigen gebied over dynamisch kustbeheer en vooral onderling? Tussen beleidsmensen, tussen beheersmensen, tussen de kenniswereld enzovoort. En eigenlijk is het doel van dat alles het antwoord kunnen geven op al die vragen die er liggen. Eigenlijk door middel van onderzoek, maar ook door middel van vooral samenwerking en afstemming. Dat wil de STOA vooral. En dat wijkt eigenlijk niet zo heel erg af van wat het Rijkswaterstaat of infrastructuur en milieu hiermee wilde. Een iets andere insteek. De insteek begint bij de derde kustnota, waarin staat dat dynamisch kustbeheer toegepast dient te worden voor het herstel en het vergroten van de veerkracht van de kust. En daar zat een actie aan vast door dynamisch kustbeheer te laten implementeren door waterkering en terreinbeheerders. Uit de evaluatie van deze nota bleek dat dat eigenlijk niet zo heel goed van de grond kwam. En ook het Delta-programma kwam in die tijd een beetje op. En die vroeg ook zich af van dynamisch beheer van de duinen draagt misschien ook wel bij aan de lange termijn veiligheid van de kust. Omdat je wellicht je kustfundament hierdoor mee kan laten groeien. Nou, vervolgens is dynamisch kustbeheer ook opgenomen in een van de kennisvragen van het Delta-programma. En daar kom ik zo nog eventjes op terug. Nou, wederom beide workshops georganiseerd met hetzelfde doel. Wat is nou de vraag vanuit de beheerders, vooral in de eerste workshop in 2010, toen we in Zandvoort zaten. Welke vragen leveren er en hoe kunnen wij als Rijk ook daarbij helpen? 2011 de workshop, het is al een paar keer ook weer teruggekomen vandaag, de handreiking die gepresenteerd werd. Maar vervolgens, hoe communiceer je er nu over? Wat heb je nu nodig als bestuurder? Wat heb je nodig als beleidsadviseur, als beheerder in het veld? Daar hebben we heel wat handvatten ook voor gekregen. En daarmee ook een beetje het doel van het project bereikt. Hoe kunnen we antwoord geven op de gestelde vragen? En hoe kunnen we ook een goede basis verschaffen voor het verder ontwikkelen? Voor bijvoorbeeld het toverwoord strategieën, wat nu heel erg in is. Wat is nu de stand van zaken? Even een resumé. In 2011, 2012 hebben we dus een handreiking dynamisch kustbeheer opgesteld.
Tot nu toe kan ik zeggen dat die nationaal, maar ook internationaal enorme belangstelling heeft gekregen. Er is op dit moment ook een Engelse vertaling in de maak. Er zijn vooral Polen, Duitsland en Engeland zijn heel erg geïnteresseerd in hoe wij dat hier in Nederland allemaal doen en ook kunnen doen. En wat ik ook merk in de gesprekken onderling en wat ik terugkrijg is dat die heel goed gebruikt wordt. En daar ben ik natuurlijk best wel een beetje trots op. Wat hebben we nog meer gedaan? Nou, het verhaal van Bert net. We hebben dynamisch kustbeheer afgelopen jaar geïnventariseerd. En geprobeerd dat enigszins te linken ook met van wat, ja, hoe linkt het nu met de suppleties met ons kustlijnzorgbeleid. Nou, dat heeft uitgemond in een rapport waar Bert net een presentatie over gaf. Wat in de komende maanden klaar is. Dus ik ben heel benieuwd en ook hoe men dat zal gaan vinden als dat definitief is. Een stukje ja, ook van wat we nog meer bereikt hebben is duinbeheer en diginspectie. Wat weer onder het noemen van de STOA valt. Ik zal daar niet op ingaan, want Ludolf, anders ben ik het gras voor de voeten van Ludolf aan het wegmaaien. Ja, dat geeft wel. Dat mag je zelf lekker doen. Iets waar we natuurlijk ook heel erg trots op zijn en wat nog niet helemaal klaar is. Maar waar we wel alvast een kleine... Een stukje van willen laten zien is de website Dynamisch Kustbeheer. En daar zal Monique Luffler het een en ander van laten zien. Ja, en hoe ziet dat er in de toekomst uit? Hoe ziet dit eruit in 2013? Dynamisch Kustbeheer krijgt als het gaat over beleid en over Delta-programma in ieder geval daarbinnen een plek. Hoe we dat vorm zal krijgen, dat weten we nog niet. Daar zijn we nu nog druk binnen de waterdienst, maar ook samen met Delta-programma Kust nog in overleg. Maar dat het een plek krijgt, is in ieder geval zeker. En wij willen natuurlijk volgend jaar weer een workshop. We merken ook dat dit soort workshops ontzettend handig zijn. Sowieso voor het netwerken, maar ook elkaar op de hoogte houden. Hè. Even het thema van vorig jaar. Hoe communiceer je met elkaar? Hoe communiceer je over allerlei onderzoeken als het gaat over dynamisch kustbeheer? Dus wij doen het volgend jaar gewoon weer. En aangezien Terschelling op dit moment heel erg in beeld is als het gaat om de ontwikkeling van dynamisch kustbeheer. Hè, we hebben net een paar mooie plaatjes gezien van Bert. Hadden wij misschien het idee om het daar te gaan doen? Er staan nog een paar vraagtekens achter, want het is nogal een happening om dat daar ook te gaan organiseren, want dat doe je niet even. Maar wie weet, dus hou de agenda's in de gaten. En wie weet, je moet dat in 2 dagen doen, want dat red je nooit op 1 dag, dat klopt. Daarom zeg ik, het is een hele happening. Ik geef het stokje aan Ludolf. Ja, we pakken het gewoon door. Maar het gaat, hè, zoals Carola al zei, het gaat om communicatie. En ook om samenwerken. Ik denk dat dit project gewoon helemaal om gewoon puur om samenwerken gaat. Nou, dat dondert al zo. Het leuke is van die 2 dagen van Terschelling, terwijl jullie allemaal 4 rondjes, 5 rondjes rond die rotonde deden, de beroemde Delftlander rotonde, zat ik toevallig in de auto met Pieter den Beste van INM en die doet iets voor het deelprogramma Wadden en die willen volgend jaar september ook iets in de Wadden op een eiland ook iets doen. Dus wij zaten zo eens een beetje te hard op te brainstormen. En we zijn een beetje een soort, weliswaar zeg maar, een achterbankenoverleg aangegaan om zeg maar een 2-daagse op de Wadden, op hetzij Terschelling, hetzij Ameland te doen. Waarbij we ook met het deelgebied, Delta-programma Wadden, gewoon een deal willen maken. Kijken wat wel en niet mogelijk is en hoe dat al in die Delta-programmering plaatsvindt. Dus aan zich, dat 2-daagse element Wadden op een eiland iets te gaan doen, dat wordt steeds concreter. En dan ook in een wat bredere samenwerking dan ook met het Delta-programma. Even, dat was hem. Dan wil ik even wapperen. Delta-facts. Wie van jullie had nog nooit gehoord van een Delta-fact voordat die hier was? Nou, niet te bescheiden. Nog meer handen, ik wil nog meer handen zien. Ja, okay, ja. Kijk, dat geeft helemaal niks. Dat is eigenlijk heel goed. Want dat betekent namelijk dat dit zin heeft wat wij aan het doen zijn. En waarom doen we dat? Eigenlijk hebben wij bedacht, nou, er is al kennis genoeg. Hè? Ik bedoel, er wordt heel veel kennis ontwikkeld. Er zijn heel veel. Maar wij zoeken juist die brug van de kennis naar de praktijk en vice versa. Dus daarvoor heeft mijn gewaardeerde collega Rob eigenlijk wel een beetje complimenten geven aan Jolanda voor de vormgeving. De Delta-effect is eigenlijk dat wij alles erin zetten wat er bekend is. Althans wat wij weten, waar we achter kunnen komen wat bekend is. Niet alleen bij de kennisinstituut, ook met de beheerder. Ook bij het Rijk en ook bij de waterschappen. Maar ook bij de terreinbeheerders. En dus dit is eigenlijk bedoeld als uitdaging voor jullie. Kijk
of er fouten in staan. En degene die dus drie fouten kan aanwijzen, zeg maar, of beter gezegd drie aanvullingen, die verdient een fles wijn. En bij vier kunnen we over andere dingen. En bij vijf, dan gaan we richting bier. Maar dat is dus echt. Kijk ernaar. En echt, ik wil jullie positief uitdagen. Van, wij denken dat het best wel aardig is wat hier staat. Maar jullie hebben veel meer kennis en kunde dan wij. Alsjeblieft, help ons. Help jezelf. Help je collega. Help je organisatie. Vul aan. Kom met leuke voorbeelden. We willen alles opnemen. Maar gebruik het. En ja, de fles wijn of het first bier kan ook. Maar dan moet het wel in het kader van een personeelsavond. En dan moet je echt heel substantieel wat doen. We zijn niet te beroerd om ook gewoon een positief incentpunt eraan te hangen, zeg maar. Nou. Nou moet ik weer terug naar mijn verhaal. First bier. Nou, laten we dat afspreken. First bier op de Schelling. Kunnen we er een leuk feestje van maken, s'avonds ook nog, of niet? Nou, wij zal ook nog een fles wijn winnen, dus heb je en wijn en bier. Nou, dan voor de non-alcoholici kunnen we ook nog een paar flessen water er tegenaan fietsen. We hebben Gerard Moser, die is al sinds jaar en dag bezig met iets over Digispectie Digigids. Mag ik even vragen, wie van jullie heeft überhaupt nog nooit van Digispectie Digigids gehoord? Niet te bescheiden, ik wil meer vingers zien. Oké, nou dat valt mee. Dus de DeltaFacts winnen nog van Digispectie Digigids. Wat is er eigenlijk? Wij zijn bezig met samen met Rijkswaterstaat, met collega's van Carola, al een jaar of acht om het hele wereld van inspectietechnieken wat te professionaliseren, wat dichter bij de organisatie te krijgen. En dat hebben we allemaal gedaan voor rivierdijken, zeedijken, meerdijken, boezemkaders. En duinen hadden we een klein beetje laten zitten. Nou, dat is niet helemaal zo geweldig van ons natuurlijk. En we hadden op een gegeven moment een indeling gemaakt wat voor duinen zijn. Ik ben geen duinenman, dus je mag het zelf lezen. Maar we begrijpen in ieder geval dat we de niet verzuivende zeereep hadden hartstikke vergeten. Maar we hadden eigenlijk ook vergeten om met de duinbeheerders om tafel te gaan zitten. En dat is natuurlijk een stukje kwalijker van ons. Om daar gewoon, weet je wel, gewoon maar vanuit het blauwe veld gewoon maar wat dingen te bedenken. Nou, gelukkig heeft Petra Goes heeft zo'n uniewerkgroep Kust. Nou, en die heeft weer allerlei mensen zoals Stefan Lozen, Leen van Duin en Meindert van Dijk. En natuurlijk Gerard benaderd van, joh, heb je een camera? Heb je niet hartstikke mooie foto's? Heb je er niet verstand van? Kan je ons niet een beetje helpen? Nou. En ze had vanochtend bij de presentatie aan Peter al wat een en ander laten zien. Maar wat is eigenlijk het idee? Is dat wij referentiebeelden verzamelen. Hier staat hij. En wat is die vervolgens eigenlijk het idee? Het is hartstikke mooi, zo'n referentiebeeld. En Peter had vanochtend ook het verhaal. De ene keer staat er wel een strandpaviljoen achter. En de andere keer staat er geen strandpaviljoen achter. En dat geeft het allemaal aan. Maar waar willen we eigenlijk heen? Wij willen het inspectieproces bij de beheerder en het toetsproces of het oorlingsproces willen we in één doen. We willen ook nog met Rijkswaterstaat en de INM de hele toetsmethodiek aanpakken. Maar je moet stapje voor stapje doen. Dus daar moet je ook niet al te ambitieus in zijn. Maar wat je dus wil is eigenlijk dat je dus een combinatie maakt van de visuele, maar ook de jaarlijkse monitoring. En ook gecombineerd aan de kennis en kunde van de beheerder, om daar op een gegeven moment een oordeelstoestandvorming van de kering te doen. Nou, en dit is eigenlijk een eerste stap. Hè. In Engeland en Amerika gaan ze al veel verder. Nou, aan de hand van zo'n beeld zeggen ze al gewoon blind van achter het bureau van, joh, nou, dat is een goede kering of is een goede duin of een slechte duin. Nou, die ambitie zullen wij in Nederland niet hebben, want ik denk niet dat je dat van achter je bureau kan doen. Maar dan moet je toch echt met de mensen in het veld hebben en de mensen die er verstand van hebben. Maar het is wel een stap in de hele intertwining tussen inspecties, het veld buiten en de beoordeling van je kering binnen, zeg maar. En dat is eigenlijk het hele doel van die digigids. En dat wil zeggen, in die hele inspectiecyclus ben je niet alleen met een digispectie, digigids. Dan wil je ook nog wat rond diagnose en prognosticeren. Je wil die hele inspectiecyclus rondkrijgen. Nou, daar gaan we ook aan werken. En de ambitie zal niet zijn om er bij duinen te doen. We dachten eerst, laten we dat maar gewoon simpel bij rivierdijken doen. Want dat is een stuk makkelijker natuurlijk. Of een zeekering, ook stukken makkelijker. Of misschien toch bij een duin, omdat dat de uitdaging is van het moeilijke. Maar dat is het, hè. Er zijn allemaal oordelen over, maar de combinatie is van dat je niet alleen dit mooie plaatje hebt, maar dat je ook nog weet waar het plaatje is, gekoppeld aan de GPS-locatie. En dat je er ook nog iets zinnigs over kan zeggen. Dat is eigenlijk het idee. En dan vinden wij nog allemaal dat we ontzettende toegevoegde waarde hebben. Dus hè, we leggen het XI-vak, we geven aan waar het gemaakt wordt en hoe het gebruikt wordt in de volgende inspectierondon. Dat je kan raadplegen van hoe het er vroeger uitzag. En dat je het ook, en vooral, dat je het faciliteert.
We gaan er met het waterschapshuis gaan we die beheerorganisatie regelen. En we gaan gewoon verder met volgende releases, dat je gewoon door kan gaan. En dat is het belangrijkste, de beheerder moet gewoon doorgaan. En in het kader van communicatie wil ik dan nu gewoon het woord geven, denk ik, aan Monique. Want Monique gaat iets ongelooflijks moois vertellen over een website waar wij gebruiken als communicatiemiddel. Monique. Dit valt of staat ermee of internet het doet. Ja, daar is hij. Nou ja, links is een toegang naar de menus. Die staan vast. Van die, er is dus een uitleg. Wat is dynamisch kustbeheer? Waarom? Wat zijn randvoorwaarden? Waar komt dat vandaan? Visie en beleid. In welke projecten komt dynamisch kustbeheer aan bod? Onder voorbeelden staat een kaart van Nederland. Een koekelkaart van Nederland met alle concrete locaties. Monitoring is op dit moment nog een knop die leeg is. Van dat, eigenlijk heb ik daar nog vrij weinig input van monitoringrapporten van die daar op kunnen. Ja. Nou ja, het werkt nog niet. Het idee is duidelijk van dat in ieder geval op deze kaart zoveel mogelijk voorbeelden komen. We kunnen uiteindelijk ook filmpjes bij en dat soort. Yep. Onder inspectie duinen komt de link van naar het verhaal wat Ludolf net vertelde. Van, dus het is de bedoeling van dat nog niet, we weten nog niet precies hoe we dat gaan invullen. Van, maar daar komt in ieder geval een link naar dat project. Onder literatuur staan op dit moment, hebben we het punt van dat er heel veel rapporten heel oud zijn. Van, er zijn heel veel rapporten die nog niet digitaal zijn. Dus waarschijnlijk gaan we een aantal daarvan digitaliseren. Omdat er ook al 10 jaar geleden heel veel dingen zijn verschenen van die nu eigenlijk weer heel actueel zijn. Nou, dit is een impressie en u wordt van alle uitgenodigd om te reageren. Graag. Ja, oh ja, het mailadres van Jolande, wat was het ook weer? dynamischkustbeheer@stoa.nl. Van daar kunnen reacties heen. En dat is ook het adres wat uiteindelijk op deze site komt te staan als contactadres. Oké. Dankjewel. We zien dus inderdaad dat alle informatie steeds meer aangepast wordt aan de mogelijkheden van de moderne tijd. Zoals we eerder ook constateren. Ik dacht zelf aan, de biologen hebben een soort site die heet waarneming.nl. Als je dan een bijzonder plantje hebt gezien of een bijzonder vogeltje, dan kan je dat invoeren. En dan zien alle mensen dat op als je zoekt op die soort of op de datum. Dat zou ik ook misschien wel met dynamisch kustbeheer kunnen doen. Dat je een mogelijkheid biedt van, ik heb hier een ontzettend leuk primair duintje gezien. Hij is 4 meter in doorsnee en het zijn die en die X en Y. Zodat je gewoon ook alles wat er aan dynamiek te zien is, dat je dat op zo'n site kan terugvinden. Want het is natuurlijk allemaal heel dynamisch. De ene dag is zus en de andere dag is zo. Nou, ik wilde in ieder geval de trio presentatoren ook bedanken. Ik heb mijn horloge ergens in mijn zak gedaan. Het is nu even over 4, dus we zijn we zijn zo'n beetje door het programma heen. Ik denk ook dat ik dus nu, tenzij er heel dringende vragen zijn, maar heel weinig tijd daar meer nog voor heb. Prangend, dringend. Oké, nou dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor jullie aanwezigheid, deelname, enthousiasme. Jullie flexibiliteit om het enigszins chaotisch en geïmproviseerd lezingen en excursieprogramma te doorstaan. De lezingen waren natuurlijk wel erg de moeite waard, dus dat heeft ons flink boven de tafel gehouden. Ik vond persoonlijk ook de excursie naar de Zandmotor met het steeds mooiere weer erg om te genieten. Dan hebben we nog inderdaad een aardigheidje.